In dit praktijkvoorbeeld leer je een dia met tekst opmaken. Selecteer de titel bureautica. Geef de titel het lettertype Arial. Schaduw. Kies voor een rode tekstkleur en een tekengrootte 80. Selecteer Windows besturingssysteem. Kies voor het lettertype Tempus Sans ITC. Kies met knop Grotere tekengrote voor 36. Selecteer Internet Explorer Internet. Kies voor het lettertype Arial Black. Kies voor tekstkleur blauw en schaduw. Selecteer Word tekstverwerking. Kies via de knop Tekenafstand voor Zeer los. Selecteer Excel rekenblad grafieken. Klik op de knop Vet en op de knop Cursief. Klik in het woord Excel en klik op de knop Onderstrepen. Selecteer Access Gegevensbeheer. Kies voor het lettertype Bradley Hand ITC. Klik op de knop Hoofdlettergebruik. Kies voor hoofdletters. Kies via de knop Tekenafstand voor Dicht op één. Selecteer PowerPoint-presentatiepakket. Kies met de knop Kleinere tekengrootte voor 18. Selecteer Outlook, E-mail en Agendabeheer. Klik op de knoppen vet, cursief en doorhalen. Klik op de knop Alle opmaak wissen.